weet te gaan. Chantal, kijk tegen u. Tot dan, stel dat u weet. Dat is een rare woord. De winnaar van vanavond die gaat naar huis met een check ter waarde van 1000 euro en een interview in ons blad. Straffe competitie. Er waren veel films bij die ik zelf nog niet had gezien, maar ik speciaal voor op vandaag had gewacht eigenlijk, om het zo in één blok te zien. Heel straffe dingen. Ik ben echt super, super tevreden eigenlijk. Ik had de puntentelling niet eens door eigenlijk. En toen dacht ik van, oh shit, dat kan wel eens goed zijn, maar dan begin ik zo te denken, ja, wie weet zijn dat gewoon al mijn vrienden die als eerste hun formulier hebben afgegeven. Dus pas helemaal op het einde was ik opgelucht. Ik denk dat we heel veel tijd hebben gestoken in de smet. Tijd die we niet hebben kunnen gebruiken voor ander werk te doen. Dus dan is 1000 euro wel iets wat dient om gewoon de dingen des levens te betalen. De film is gemaakt en de volgende stap is dan natuurlijk om aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. En het biedt natuurlijk wel potentieel om te zeggen van oké, we gaan proberen iets meer festivals uit te sturen. Maar dat is altijd afwachten. Hoera! Hoera! Hoera!